Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij het nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent. En we gaan dit keer de weg weer op, zoals gewoonlijk. En wat we meebrengen met onze vracht, ik weet het niet, maar dat zie je na het te gekke intro. Ja, dat gekke intro, weet je wel. Woe! Let's go, vrachtwagenchauffeur! Ik ben jouw adviseur, met een goed humeur, Vincent chauffeur! Yeah! Zo, en we gaan rijden in een wagentje. En we gaan een snelle vracht doen. We hebben nog steeds geen normale vrachtwagen. Omdat we nog geen genoeg geld hebben om er zelf een te kopen. En John Deere, zaagselpanelen. We gaan van Liegen naar Swansea. Ja, het staat er, dus dan zal het goed zijn. En dat betekent dat we dan van, even kijken, vanaf België gaan we door Frankrijk. En gaan we door, gaan we naar Engeland. Dus we gaan met de boot over, neem ik aan. Oké, we zitten op de weg. Het stuurtje doet het. Goed zo. En even om me heen kijken. John Deere is de fabrikant, denk ik, of zo. Oké, waar moet ik nu naartoe? Ik zit nou alweer in de prak, jongens. Serieus? Loopt daar gewoon dood, of niet? Oké, dus ik moet hier gewoon keihard keren. Oh, dat is echt heel stout. Dat ik nu al gelijk een beetje vast zit, zeg maar. Ik denk dat ze... Oh, meen je dit, jongens? Oh, dit is zo creepy. En ik heb zo'n kleine vrachtwagen. Zo'n klein vrachtwagentje, zie je het? Oké. Volle kracht vooruit. Ik ga proberen, hè, jongens. Of het mij lukt om hier uit te komen. En ik denk dat ik dat goed... Ja, het gaat goed. Oh, jongens, gezien, dit is echt alweer de spannendste aflevering van deze serie. Het achteruit rijden. Oh, wat verschrikkelijk. Oké, waar gaan we naartoe? Jongens, het is echt een... Oh, laat maar. Ik moet helemaal naar rechts. Zo, dit is echt smal, jongens. Ik weet ook niet waar dit in vredesnaam is, joh. Ik weet dat ik het geluid iets harder gaat zetten. Want het is zo zacht dat jullie gewoon niks horen in de game. Geluid. Hoofdvolume. Zo. Huppakee. Kijk of die nu beter is. Ja, dit is beter, hè? Oké. En ik vind dit, ik geniet alweer, jongens. Jullie weten natuurlijk, vorige keer hebben wij een mod geïnstalleerd. Waardoor het grafisch er wat beter uit komt te zien. Vrachtwagenchauffeur, de serie is natuurlijk een beetje... Ja, het heeft wel mooie graphics. Alleen nu eigenlijk een boost erbij. Er zijn wat nieuwe mapkaarten gekomen. Wat nieuwe auto's, vrachtwagens. En er zijn wat nieuwe autootjes bijgekomen. Bijvoorbeeld die gele auto kan misschien wel nieuw zijn. Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Of die roze daar. Gay! Zo, die was echt lelijk. Zo vals paars was dat. Zo vals paars. Nou, als we op de hoofdweg zitten, dat weten jullie gebruikelijk. Dan gaan we kijken wat wij vervoeren in onze vracht. Want ik ben er... Oh, ik zei het al, zaagselpanelen. Dat heb ik al een keer eerder vervoerd, geloof ik. Zaagselpanelen. En we gaan richting... ik weet even de naam niet meer. Ik ga het zo kijken, jongens. Er zit zo'n boerenlul voor mijn stuur. Kom op, gassen, want we gaan die heuvel op en dan kunnen we niet van die zondagsrijders hebben, jongens. Kom op. Oké, en ik mag gassen met mijn pedaaltjes. Ik ben zo blij dat ik dit, dat ik nu een ander stuur heb. Want dat weet je nog in het begin, dat stuur, jongens, het was een hel. Ik had hem nog maar één keer gebruikt en gewoon, het was gewoon kapot. Ik heb er niet mee gegooid. Ik heb hem niet door de ramen heen gegooid. Ik heb hem niet in de open haard gelegd. Ik heb er geen snoep aan lopen plakken. Ik heb niks geks lopen doen, weet je. Dus het is gewoon raar dat een stuur dan gelijk kapot gaat. Dat klopt niet. Dat klopt niet, jongen. Ja. En het is vrij rustig op de weg. En we komen langs Liegen. En dat ligt volgens mij bij België. We mogen 100. We gaan ons concentreren. Eén bootje. Kijk nou. Oh, wat schattig. Dat heb ik nog niet echt vaak gezien, zeg maar. Oké, je mag 100 km per uur. En we hebben nu een klein vrachtwagentje. Althans, dat laat ik wel even zien, jongens. Dat kan ik even laten zien, toch? Oké, dat zag echt verschrikkelijk cute uit. KitKat. Kijk, KitKat. Een busje van KitKat. Ik zei het toch? Gedownload, jongens. Het is allemaal geïmporteerd. En daarom vind ik dat wel leuk om af en toe een beetje de game te veranderen, weet je. Want anders zie je mij alleen maar in mijn vrachtwagentje. Ja, spulletjes vervoeren, maar we willen ook nog wat van de omgeving zien. Wat vernieuwing, wat verrassing, de verrassing. Oké. En ik probeer dus geen... Oh, we gaan 100. Kijk, we gaan 101 km per uur. We hebben dus een vrachtwagen die aardig wat optrekt.
We gaan hier weer naar links toe. We mogen 100 km per uur, dus ik zou dit een beetje aanhouden. Ik ga naar 103 al. Dat is voor mijn record in de vrachtwagenserie. 103, 105 zelfs, jongens. Dit moet echt niet gekker worden. En ik kom langs Airport. Liege Airport zit hier rechts. Een vliegveld, joh. Lijkt net een arena of zo. Nou, het zou raar zijn als we in een vliegveld gaan voetballen. Het zou wel gaaf zijn, trouwens. Ik denk dat het origineel zou zijn. Ik laat mijn gaspedaal voor een beetje los. Heerlijk, even rusten. En dan kunnen we een beetje die snelheid af gaan dimmen. En ik denk dat we zo even de licht aan moeten doen. Want het wordt alweer aardig donker. Het is ook 9 uur 's ochtends. Het is meestal... Ik kan even de licht aan doen op zich. Nee, je ziet niet veel verschil. Het is gewoon bewolkt. Het is gewoon vervelend weer. Dat weet u al. Als ik ga rijden, dan is het vervelend weer. Dat is altijd zo in bijna elke aflevering. Of ik rij in donker of in de regen. Dat is gewoon, het is gewoon standaard. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij wordt dit een akelig mooi bochtje die ik zo heel soepel ga nemen. Ik ga gewoon even mijn best doen, jongens. En ik rij alweer te hard. Goed dat je het zeggen. Klein beetje rem ingedrukt houden zo. We moeten wel een beetje ons aan de tempo houden. Maar we kunnen 117 km per uur. Dat is echt heel snel. Lille en Bruxelles. Bruxelles? Wat is dat? Bruxelles. Lille en Bruxelles. Echt te snel ging het. Bruxelles. Oké, we gaan kijken wat we allemaal bij ons dragen. Even kijken hoor. We hebben zaagselpanelen. 13 ton aan zaagselpanelen. We gaan naar Swansea. En we komen van FedEx. Of, nee, ja. We gaan weer te hard, jongens, ik weet het. We worden verwacht op vrijdag tussen 1:30 en 7 over 8. O jee, jongens, nu wordt het meer druk op de weg en ik mag hier 70. Die zijn natuurlijk werkzaamheden, natuurlijk. En we hebben nog 34 uur de tijd met de resterende tijd. O jee. Ze zijn er aan de weg aan bezig, joh. O jee, zondagmisbruikers. Misbruikers zijn het gewoon, hè. Oké, dit is echt niet relaxed. Ik moet even... Nou ja, ik laat... Nee, oké. Het is nou eindelijk eens dat ik auto's kan inhalen. We kijken even naar links, jongens. Want wat zien we? Ik zie Londentjes. Niet botsen. Ik zie een klein dorpje daar. En ik zie... Ik moet op twee dingen tegelijk letten. Het is voor een man moeilijk, jongens. Dat kunnen vrouwen allemaal knikken. Ja, dat weten we. Kijk, luchtballonnetjes daar. Links. Groene en een blauw met wit. Allee, schat. Kijk nou. Als ik aan het touwtje trek, dan komt er zo vuur in die luchtballon, hè? Dan gaan we naar boven. Amai. Had jij trouwens friet meer? Heb jij friet uit de frietenkop meegenomen of zo? Nee, ik ben het helemaal vergeten, schat. Zot. Ouwe zot. We kunnen weer 100, jongens. En ik denk dat we dadelijk... Rotterdam, richting Rotterdam. Oh, ik moet dan een beetje... Niet te veel gas, jongens. Ik ben zo'n heerlijk tempo nu. En we gaan hier naar voren. En dan nemen we dadelijk de bocht. En dan gaan we hier naar links. Gaan we over dat brugje door waar we nu onderdoor gaan. En dan ben ik benieuwd hoe hard we hier mogen. Oh, 40. Oh. We reden 100. Reden 100, hè. Ik hou me gewoon netjes aan de snelheid. En bij deze vrachtwagentjes vind ik het heerlijk dat je, zeg maar, heel makkelijk de heuvel opkomt. Met de normale niet, met die zware. Dan hebben we gewoon, nou, dat is wel heel realistisch natuurlijk. Maar het is heel vervelend om met een hele zware vracht, om dan boven te komen, boven een heuvel. En als dan ook nog een zondagsrijder voor je zit, dat wil je gewoon niet. Dat wil je niet. Even kijken, jongens. Ik zal je vertellen, ik ben helemaal fan van de Hollies geworden. De Hollies is een hele goede band. En als vrachtwagenchauffeur moet je gewoon veel naar muziek luisteren. Maar tijdens opnemen doe ik het expres niet voor copyright, weet je wel. Maar als dadelijk de opnames klaar zijn, dan ga ik heerlijk achteruit in mijn vrachtwagen. En dan ga ik heerlijk naar oude muziek luisteren van de jaren 80 en van de jaren 90. Hebben we nog genoeg benzine, jongens? We gaan even kijken. Hij zit voor de helft vol, zie ik. Zullen we tanken? Nee, we slaan hem over deze. Volgende keer gaan we tanken. Beloofd. Het gaat allemaal van ons tijd af natuurlijk, hè. En we zitten op de A7. A7 richting... kan ik dat zien ergens? Nee. Maar ik weet dat 105 kilometer... Het is echt een lekker tempootje, jongens. En ik hoop dat het zonnetje daar doorbreekt. Nou ja, dat denk ik wel. En we hebben eindelijk weer wat verkeer wat we zien. Ik zie daar een vrachtwagen verderop. En dat is ook een kleintje volgens mij. Ik ga vast naar links, want jullie weten het. Op de linkerbaan kan je sneller gaan. Dus kan je mensen inhalen. Maar normaal hoort een vrachtwagen rechts te rijden. Dat is zo.
Maar ik wil hem inhalen, want we gaan nu al... Maar we gaan wel te snel, hoor. Oké, hier is de grens, heb ik het gevoel. Ik zie een Duitse vlag en een Nederlandse vlag. Nee, een Franse vlag. Ik weet het niet meer. Waar gaan we nu heen, jongens? Zitten we nou in Frankrijk? Of in Nederland? Ik weet het niet. Ik ga dus de bordjes gaan kijken, jongens. Ik ga hier naar rechts. En dan gaan we even kijken wat we zien. Lille en Calais. Parijs. Dan moeten wij, denk ik, in Nederland zijn. Nee, geintje. Frankrijk natuurlijk. We zitten nu in Frankrijk en we gaan hier de afslag nemen naar rechts toe. Ik hoef helemaal geen... Nou, het staat wel netjes om even mijn uitkniplicht even aan te doen. Oh nee, weer zo'n zonderij voor je zwoel. Hoe hard kan je hier? 90, meneer. Zou je nou eens 90 willen rijden? Alsjeblieft. Met je teer op je achterkant. Op je bips. Er staat Smits op. De achterkant. Mammoet. Voor mij is dat een gedownload ook. Ik ga hem passeren, jongens. Kijken wie er achter het stuur zit. Waarschijnlijk een vrouw. Het zou wel leuk zijn. Vrouwelijke chauffeur. Ja, een vrouw! Het was een vrouw! Het was een vrouw! Prachtig. Of het was een man met lange haar. Nee, voor mij was het een vrouw. Geweldig. Ik weet, nou twijfel ik. Doen ze echt vrouwen achter het stuur als vrachtwagenchauffeur? Is het dan niet vrachtwagenchauffeuse? Ja, dan is het een vrachtwagenchauffeuse. Oh jee. Ik zou het wel gezellig vinden als Gio naast me zat. Want Gio is namelijk ook vrachtwagenchauffeur. Echt waar? Ja. Oh. Gio. Oh, dat wist ik nog niet. Maar ben je onzichtbaar? Oh. Nee, ik zit achterin. Oh, ik dacht al. KitKat. Oh, maar even... Nee, jij blijft zitten. Oh. We hebben een afspraak. Ik ga je vervoeren. Maar dan ga je... Ja, jij smokkelt me over de grens, toch? Wat zeg je? Je smokkelt me over de grens, toch? Ja, dat was het plan. Klopt. Zo, ik was helemaal in de zaagselpanelen, joh. Want ik moet kijken dat... Hou je nog een beetje... Dat er wat zaagsel in je kop. Nee. Want jij houdt het bij elkaar, toch? Want we waren... Ja, de tie-raps waren op. Ja, ik hou het vast daar. Dat komt goed. Stom, hè? Het liep net heel even los, hè? Alles viel bijna in elkaar. Serieus? Ja. Ik dacht dat het de motor was. Ik hoorde al gerommel, joh. Nee, sorry. Dat was ik. Zo. Oh jee. Er zit een zonder surf. Ik ga remmen, Gio. Hou je vast. Ja. Oh, god. Zo. Ja, het gaat goed. Ik hou het in bedwang. Maar er zit echt zo'n vent die denkt dat hij kan rijden voor mijn gezicht. Ken je dat? Oh ja. Van kijk maar eens op de weg, weet je wel, zo'n man. Dan wil je er langs en dan laat hij er niet langs, zeg maar. Ja, want Gio, heb jij toevallig... Ik ben het echt vergeten, ik hoop dat jij wel wat bij hebt. Heb jij geld voor de pond? Om naar Engeland te gaan, want we moeten namelijk zitten op de... We gaan nu naar de kust. En dan... Dat zou jij toch... Daar zou jij toch voor zorgen? Nee. Ik was aan het inladen. Ik heb niks bij me. Meen je dit nou? Ik heb helemaal niks. Kunnen we niet pinnen? Volgens mij niet. Hebben we een beetje een groot probleem. Ik denk het wel. Oh, shit, ik maak de bocht. Hou je vast. Ja, oké. En je hebt toch je... Heb je je mondharmonica niet mee? Dan ga je gewoon langs de weg staan. Kijk hoeveel geld kan vangen. Hij ligt hier in het kastje. Wacht even. Oké. Oké, ik heb hem uit mijn dashboardkastje. Aan mijn linkerkant, heel logisch. Oh ja, maar ik ga er met 100 kilometer... Oh, dit is heel lastig, jongens. Oké, je had het goed komen. Gio. Oh shit, shit. Kom met mijn gaspedaal. Shit. Ik moet remmen, ik ga remmen. Nee, ik ben de afslag geweest, shit. Ik zal gaan tanken, had ik beloofd. Het gaat een beetje in de mist. Ik merk het, ja. Oké, welk nummer zal ik spelen? Prachtig. Heb ik nou geld verdiend? Ik denk het wel. Maar heb je hoed niet op de grond neergelegd? Ik kan niet kijken, joh. Dat stuur. Wacht, ja, ik kan dat ook niet zien. Het is pikken donker hier. Dat ding... Ja, sorry. Dat ding klemt bij mijn poot. Ik moet hem even pakken. Wacht even. Ik ga het proberen. Oké. Oh. Ik heb hem. Ja. Zo. Ik heb hem weer. Ja, dat ding klemt bij mijn poot, joh. Oh. Het is gelukt? Ja, het is gelukt. Oké, goed zo. Oké, nee, dat is geen goed idee van die mondharmonica. Heb je al geld? Ik heb geen geld. Wacht, ik kijk even in dat laadje hier. Wacht even. Ik ga de baas niet bellen, hoor, Gio.
Dan kijk daar mijn volle rekening niet. Wacht even. Oh shit, KitKat voor je neus. Heb je nog trek in de KitKat? Moet ik hem remmen? Moet ik hem af... Nee, hij gaat dan naar rechts. Nee, ik heb geen... Voor mij... Gio? Ja? Heb jij mijn portemonnee toevallig bij je? Die bruine. Oh, even... Met die... Ja, ik kan niks zien hier, joh. Snelheidsboete! Zug! Zug! Oké, mijn eerste boete alweer. Jeetje, jongens. Jij mag hier 110 en ik ging 115. Ja, kom op, hé. Je moet toch niet te hard rijden? Ja, sorry. Ik was zo geconcentreerd. We hebben echt geld nodig. Anders komen we niet aan de overkant. Oh, wacht. Wacht eens. Ja? Ja. Ja, nee. Echt? Volgens mij is dit je portemonnee hier. Hoe ziet die eruit? Ja, bruin. Ja? Is dat hem? Ja, ja, ja. Omschrijf nog meer. Jezus, wat heb jij er veel geld in zitten? Wat moet je met zoveel contant geld, joh? Ja... Yo? Ja? Heb je wat gemerkt? Nee. Goed zo, dan gaan we gewoon door. Alsof er niks aan de hand is, ja? Ik voelde wel iets lichtelijk schudden, kan dat kloppen? Ja, dat kan kloppen. Maar die auto keek niet uit. Heb je iemand aangereden? Nou, hij is weer niet gewond, zeg maar. Hij is goed. Hij zit er geen deuk in? Nee, hij reed gewoon door, gelukkig. Oké. Okay. Ook geen schade aan mijn vrachtwagen. Ook niet? Nee. Nou, dat vind ik eigenlijk best knap. Ik zie geen schade of iets. Nee, oh, 1% aan de bak waar jij zit. Daar voel van, voel je iets? Nou ja, okay, begon alleen te schudden. Ik ben bij de boten. We zijn er. Ja. Oké, hoeveel geld zit erin toevallig? Weet je dat? Ik kan alleen briefjes voelen. Het is te donker. Het is echt te donker hier. Oké, ik laat je zo uitstappen. Oh ja, oké. En dan vraag ik de mensen of ze willen kijken volgende keer naar de volgende aflevering dat we verder gaan in Engeland. Want we hebben nog best wel een grote reis voor de boeg. Hallo, waar moet ik rijden dan? Weet jij waar ik in moet? Moet ik gewoon hier naar rechts of zo? Oh wacht, daar staat de boot. Hé, wat? Oh, ik ben hier nog nooit geweest. Oh, ik ga hier gewoon erin. Apache of dit? Gaan we het... Wat? Moeten we de trein inrijden? Oh, die gaat onder de water natuurlijk. Ik dacht dat we met de boot gingen. Ik nou gewoon voor niks die portemonnee van jou lopen zoeken? Nee, jawel. Maar hier is nog geen betaling volgens mij. Moet ik naar de links? Oh, wat raar joh dit. Dit is zo apart joh. Ik moet de trein oprijden. Oh, dit is zo gaaf. Oké, ik ga de trein nu op hè. Oké. Oh, dit is cool Gio. Ja, jij kan niks zien. Nee. Oké, we gaan naar de overkant hoop ik. Hallo? Oké, we gaan enter jongens. En we gaan afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En geef vooral een groen duimpje. En gaan volgende keer verder en naar onze eindbestemming met Gio achterin. Yes! Komt helemaal goed jongen. Doei! Doei!